Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kun je dit ding oplossen in 9 seconden? Gaan we doen. Dit is Mats. Mats heeft 2 keer het wereldrecord Rubik's Cube verbroken. Holy moly, manoli. Als het jou lukt, krijg je 100 euro van. Als het je niet lukt, krijg je 100 euro van jou. Ja. Ben je zenuwachtig? Nee. Go! Zeven, twee, ah, keurig. Nou, geniet ervan. Dankjewel. Ga er wat leuks aan doen. Komen er een nieuwe kubus. Ja, ga ik zeker doen. Oké, als jij deze sneller kan oplossen, dan krijg je nog 50 euro erbij. Als ik hem sneller oplos, dan krijg ik al mijn geld er terug. Paniek. Bijna. What the fuck? Jij was heel dichtbij. Gast. Is dit door? Nee, ik heb geen idee wat ik doe. Je was op een gegeven moment nog 2 blokjes ervan af. Besef dit! Bijgepiek. Dankjewel, jongen. Nu mijn huis uit. Oké. Vergeet je andere. Hey Patrick, Crisscross Amsterdam hier om je te bedanken. Ik denk dat je iets heel moois hebt opgebouwd. En ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik je daarvoor wil bedanken. Dankjewel. Hoi! Hebben jullie Patrick ooit ontmoet? Nee. Jart. Spijt is voor sukkels. Ik heb een cadeautje. Voor ons. Omdat we ons vervelen. Het is deze tijdmachine. Nou! Het staat er ook helemaal. Tijd. Machine. Hij was ook vrij goed. Het was AliExpress. Oh ja. Je weet nog hoe tijdmachines werken. Terug in de tijd en dan verpest je allerlei dingen voor jezelf in de toekomst. En of je gaat naar de toekomst. Je doet hier wat in, dan draai je hem een kant op en dan zullen we zien wat er gebeurt. Doe er nog eens wat in. Mag je laptop in doen? Doe mijn laptop erin. Laptop erin. Wil je naar vooruit of achteruit? Achteruit. Zo stond het op de gebruiksaanwijzing. Durf je erin te kijken? Ja. Als dit niet tijdreizen is, dan weet ik het ook niet meer. Besef alle possibilities. Wacht even. Heb je ei? Oh, je hebt ei. Dit is het gruwelijkste cadeau wat ik ooit heb gekocht. Ik wil een kip. Ik heb gewoon een levend... Wat? Ik wil een kip. Doe het. Dit is mijn meesterwerk. Dit is letterlijk. Dit is mijn meesterwerk. Het was de 7,50 euro AliExpress volledig waard, man. Snel uit. Maar als het met dieren kan... Nee. Kan het dan ook met... Nee, we gaan niet... Ja, man. 5 minuutjes en dan ben ik terug. Nee, blijf hier. Gadverdamme. En Nina dan? 5 minutes later. Het werkt. Ja? Dit is echt veel ook. Nee, dit is gewoon normaal. Dit is gewoon normaal voor mij. Ik word vader. Wordt dit? Ik denk het. Ik denk het. Dames en heren, je moet geloof hebben in jezelf. Je moet geloof hebben in science. En geloof hebben in AliExpress. Maak het open. Als dit werkt. Dit gaat niet. Dit... Als dit. Ja, dit is... Het heeft gewerkt. Hi. Hey. Oh nee. Hi. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Jullie kennen inmiddels Quinten, mijn mattie sinds de kleuterklas. Quinten heeft een zusje. Zijn zusje heeft een vriendje. En dat vriendje lijkt veel te veel op Quinten. Dit is letterlijk dezelfde persoon. Dit is de same. But what did he say? Wie is de guy? Ik ben zo aantrekkelijk, letterlijk mijn zusje wil me. That is another cook. Hij is wel iets knapper, hè? Ja, hij is wel... In de vorige vlog zei ik dat ik 100 euro zou weggeven aan een van jullie. De winnaar is bekend, staat nu in beeld. Veel plezier met 100 piek, doen we het leuks mee. We gaan even de wetenschap testen. Ja. Martina heeft nieuwe schoenen. Je moet even wat leuks zeggen tegen... Martina! Ja? Hey. Ziet er leuk uit? Martine, leuke stappers. Leuke stappers? Dankjewel. Hij is zwaar, hè? Hè? Wat heb je gedaan? Dit doet me toch ergens aan denken, dit. Condoom omdoen? Nee, ja. Vooral die moeite ook. Vooral de grootte van je lul. Waarom deukt hij van mij gewoon niet? Jee! Wow!
Oh. Oh shit. Ik ben weg. Hallo. Hallo. Goeiedag. Alles wel? Ja, en jullie ook? Nou, niet echt. 2 hours later. Fucking bang voor dit ding. Wat, joh! Oh, wat gebeurt er? Oh, de onderkant! Ja. Oh. Lekker! Oh! Zo lang! Maar de vraag, was het waard? Nee. We hebben dus nog één watermeloen over. Paul gaat een trickshot doen. Ik weet zeker dat het goed gaat. Paul, ben je er klaar voor? Ja. Hit me. Wat heb ik nou gezet, Angelo? Oh. Het is niet normaal. Wat een ellende. Gadverdamme. Wat dacht jij? Ja. Ik gooi even ziek slecht. Ja. Ik weet niet, man. Het glipt uit mijn vingers. Ja. Hoe rustig mijn werk, joh. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me op Instagram. Doei!